We hebben vandaag een mukbang. En we gaan lekker eten. We hebben allebei weer hetzelfde. Halleluja. Allebei een Happy Meal met patat en cheeseburger. En nog allebei een losse cheeseburger. Happy Day. Zeer lekker. Ja? Ik heb er maar één. Oh, ik word hier twee. Dus, en normaal doen we altijd een vragenrondje op Insta, maar ja, we krijgen gewoon best wel veel dezelfde vragen dan. Dus ik heb wat pittige vragen opgezocht op het internet. Zet maar Rietje daarin. Ik mag ze nog niet lezen. Oh. Ik mag ze niet. Alsjeblieft. Ja. Dus, die gaan we dus ondertussen beantwoorden. Eerst een tatje nemen hoor. Zijn vers. Vers van de pers. Even die dingen erop halen. Oké, Rosa. Ja. Gooi me maar in de diepe. We beginnen nog eventjes mild. Hoe verliep je slechtste date ooit? Oh, dat weet ik wel. Het was het begin van corona. Toen ging ik bij een jongen eten thuis. Dat was wel gezellig, maar gewoon gezellig niet meer. En toen had ik dat daarna gezegd van, ik vond het wel gezellig en het was gezellig, maar voor mij hoeft het niet per se meer te zijn. En toen had hij tegen al zijn vrienden gezegd dat hij seks met mij had gehad. En toen gingen allemaal mensen dat tegen mij zeggen, dat hij dat gezegd had. Maar dat was niet zo. Dat was niet zo. Maar ik ga sowieso nooit echt op dates. Ik ook niet. Nee, nu zit al weet ik voor hoe lang in de relatie. Nou, vroeger heb ik wel, zeg maar, het vriendje hiervoor. Maar het was meer, we hadden wel een relatie, maar we gingen wel een soort van op date. Gewoon date. Ja. En toen zouden we dus naar Rotterdam gaan met de trein. En zouden we daarna bij Sumo in Rotterdam gaan eten. Maar we hadden pas om 6 uur gereserveerd en we gingen al om 2 uur naar Rotterdam. Maar omdat we dus, maar we dachten gewoon nog even winkelen, weet je. Maar we durfden gewoon niet tegen elkaar te praten of zo. Er werd gewoon niet gepraat en we zeiden gewoon niks tegen elkaar. Zo, ik dacht even dat hij deze auto ging raken. Oh, hij gooit wat weg. Had hij moeten proberen, jong. Ze hebben gewoon niks tegen elkaar gezegd. We hebben een rondje gelopen door Rotterdam. Nou, toen waren we natuurlijk binnen een uurtje klaar in Rotterdam. Toen moesten we dus nog 2 uur buiten wachten op een bankje totdat we naar binnen konden bij Sumo. Oh my god. Omdat we pas later hadden gereserveerd. Oh my god, awkward. Heel gênant. Zou je ooit een trio willen doen? Ik zou dat op zich ooit al willen doen, maar niet als ik een vriend heb. Niet in een relatie, nee. Daar zou ik echt jaloers voor zijn. Ik ook. Want als we het dan zo doen, met een man en een vrouw. Ja. Niet met twee mannen, want ik denk dat ik er dan, echt, ja, kan wel janken. Ja. Ik denk dat er best wel dominant is met twee mannen. Sowieso, je hebt niks te zeggen dan. Nee. Dus ik zou dan liever een man en een vrouw hebben, maar ik zou sowieso nooit van mijn leven in een relatie doen. Ik ook niet. Maar ik vraag me ook af, hoe vind je twee mensen die dat ook met jou willen? Als je zeg maar single bent. Ja, nou, staat sowieso oprecht, bijna alle mannen willen het wel. Doe maar één keer zeg, kom trio doen en het is oké, okay, kom maar aan. Bij echt heel veel mannen wel. Ik bedoel, ik heb er zo een paar in mijn lijst staan die je zo kunnen connecten. Ik denk aan meisjes dat je dan misschien gewoon een vriendin of zo moet doen. Die dat ook wil. Nee, ik zou niet met een vriendin doen. Kan ik haar echt niet meer normaal aankijken. Ja, dat wel, maar ja. 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 Maar met een vreemde nee, chick met zo. Twee vreemden zou ik het dan doen. Ik zou niet met een vriendin erbij doen. Echt niet. Misschien heb je daar wel speciale dating sites voor om een trio te vinden. Oh ja, vindentrio.nl. Kunnen we beginnen hebben een business. Ja, heb je ooit een rollenspel gedaan? Ik niet. Ik wel. Ik ben er veel te ongemakkelijk voor. Ik was ook heel ongemakkelijk hoor. Ja? Ja. Wat speelden jullie? Nou, ik kan niet in de details dan. Nee, ik vind het ook ongemakkelijk om daarover te praten, want dat is echt ongemakkelijk. Wie is je favoriete persoon in je schoonfamilie? Ja, ik ken ze natuurlijk nog niet zo lang, mijn schoonfamilie. Nee. Maar ik denk Luxe moeder. Ja? Ja, ik vind haar heel leuk wel. Maar ik vind ze allemaal leuk hoor. Ja. Zijn broertjes en zo zijn ook super leuk. Ja, ik ga niet kiezen tussen Miu's ouders en Miu's zus. Ja. Hij heeft ook geen andere broers of zussen daar belegen. Dus ook niemand anders mee. En ik zat natuurlijk ook nog wat meer van onze leeftijd en zo. Waar heb je het laatst over gelogen tegen iemand? Nou, ik denk dat het bij mij gewoon om een surprise ging.
Oh, ik weet het wel heel erg. Ik zou eigenlijk vannacht naar de tandarts moeten. En ik heb gebeld gezegd dat ik niet kon omdat ik een coronatest had. Oh nee, ik denk ik met... We hebben namelijk met vriendinnen hebben we surprises doen voor Sinterklaas. En ik denk daarover gelogen of zo van nee, ik heb jou niet. Of ja. Een beetje zo, denk ik. Nee, geweest. Nou, uiteindelijk weet toch wel iedereen nu wie ik heb. Dus ik had niet echt mijn bek hoeven houden, maar goed. Wat is jouw ultieme guilty pleasure? Ja. Ik heb niet echt een guilty pleasure. Ja. En qua eten. Mensen zeggen toch ook dat ze nog eten van hun guilty pleasure voor zijn. Ja, ik weet niet, ik heb dat gewoon niet echt. Maar ik weet nooit echt goed wat ze nou met guilty pleasure bedoelen. Nou, gewoon iets waar je lekker op gaat. Gewoon. Ja, volgens mij wel. Volgens mij wel. Gewoon guilty, het is een pleasure. Ja. Nee. Ja, niet. De meeste mensen zeggen altijd Temptation Island, dus ik zeg maar Temptation Island. Ja, nee. Ik weet het niet. Eigenlijk. Ik had me nog zo voorgenomen. Ja, ik wil eigenlijk ook gezonder eten, maar... Die moet je er echt niet in doen. Oh, jawel! Nee. Die kan echt niet. Oh. Oh, ik heb hem echt niet uitgerekt. Hè. Dit was echt de lengte van de boer. Ja, ik weet niet, ik wil echt even tenen gewoon. Oh my god. Echt, als nu iemand ooit nog tegen mij zegt dat ik een vieze boeren ben. Vieze boeren. Maar wij hebben elkaar daarin echt gevonden, want wij zijn echt heel erg. Ja. Ja, ik ben echt een vent daarin. Mijn moeder en mijn vader worden ook altijd zo boos. Maar ja. Ja. Het moet soms gewoon even. Liever gewoon even een boertje dan dat ik buikpijn heb straks, toch? Wanneer was jullie eerste zoen? Ik was mij iets van 14 of 15. Ja, ik was ook 15. Ik was echt later. Het was fucking ongemakkelijk. Ja, ik weet nog zo goed. Het was voor de Hudson's Bay Leiden. Voor de winkel? Mhm. Ik ga misschien was het toen zelfs nog wel de V&D. Wel s'avonds, na een feestje of overdag? S'avonds. Oké, weet je. We waren naar de McDonald's geweest. Was toen mijn vriendje. Ik wil dan zeggen, was het toen je vriendje of was het ja, toen een date? Ja, dat was toen mijn vriendje. En het was echt gewoon heel ongemakkelijk. En volgens mij heb ik het ook echt 2 dagen daarna uitgemaakt. Oh. Mijn eerste keer was ook heel ongemakkelijk. Ik was 15. Ik had al een half ik jaar... Heb jij die extracties? Ja. Ik had al een half jaar... Oh, wacht eens. Nee, mijn saus! Oké, het zit nergens op. Thank you. Ik had al een half jaar een vriendje, of 5 maanden een vriendje, maar we hadden nog steeds niet gezien, want ik durfde het gewoon niet. Ik durfde dat ook allemaal niet, hè. En toen was het zo van, we lagen echt zo naast elkaar, maar we hadden echt een soort van afgesproken van, oké, vandaag gaat het gebeuren. En heel de tijd voor, als het dan maar toe komt, zei ik, nee, ik kan het niet, ik kan het niet. En dan had ik echt, denk ik, 3 seconden mijn tong in zijn bek en zei ik, nee, ik kan het niet. Ah, dat is heel schattig. Ongemakkelijk. Ja, ik weet niet. Dat is voor mij ook echt fucking ongemakkelijk. Maar ik vond op zich alles de eerste keer best wel ongemakkelijk. Ja, ik niet alles, maar... Nou, ik seks verder. Ja, dat is dus het enige wat ik dus niet ongemakkelijk vind. Ja, maar dat ik bovenop ging, nou, dat ik weer bijna door mijn maag gepenetreerd. Godverdomme. Dat was echt niet leuk. Bij mij was de eerste keer was het niet, gênant of... Ja, het was ook niet gênant, maar... Want hier was jouw eerste keer. Was het met je eerste vriendje? Ja. Bij mij ook met Miel. Ja. Maar ik weet niet, het was wel, natuurlijk het deed wel pijn en het was wel even kus, maar het was niet dat ik me schaamde of zo. Nee, dat niet. Of dat ik ook bang was of zo. Ja, ik dus wel. Ja? Ik was wel bang ervoor. Ik was alleen bang voor dat ik zou gaan bloeden of zo. Daar was ik ook bang dat voor. Dat had ik dus gevonden, maar dat had ik gelukkig niet. Ik had het volgens mij ook niet, maar ik heb het wel een paar andere keren gehad. Gewoon daarna. Nou, ik dacht echt, na 5 keer deed het gewoon nog steeds. Maar ik dacht echt, waarom vinden mensen dit leuk? Wat is hier leuk aan? Ik vond het ook niet zo leuk hoor. Nee, het is echt pas na de 6e keer zo dat ik dacht, oké, ik begin nu ik wel begin wat het leuker. Wel te begrijpen. Ja. Met hoeveel mensen hebben jullie gezoend? Dat weet ik niet hoor. Ik met 6. Echt niet veel. Ik hou daar niet bij. Maar ook niet veel hoor. Ik weet nog precies wie allemaal. Even kijken. Maar ik had toen echt, zeg maar, het ging toen uit met mijn eerste vriendje. Toen was ik 15. Eind 15. En toen was in oktober.
En in mei kreeg ik weer met Milan. Dus heb ik even een half jaar soort van een beetje de kleine slet uitgehangen. Ja. Nou, niet de kleine slet, maar ik deed gewoon lekker wat ik wilde. Ja. Ik denk ook zoiets. Ja, ik 6. Ik durfde ook nooit met uitgaan te zoenen of zo. Eerst nooit. Ik had daarna. Als je dan eenmaal voor het eerst hebt gezoend. En je weet. Dan ga je los. Ja. Althans, toen was het bij mij. Ja, ging los. Nee, laat me nou even. Maar toen had ik zoiets van, ja, ik weet niet hoe het moet, het is niet zo eng, dus ik doe het gewoon. Ja. En toen ging ik los. Kan je maar beter oefenen, toch? Hoe gaan jullie om met negatieve reacties van mensen? Nou, als het zeg maar mensen in mijn persoonlijke kring zijn, dan ga ik janken. Maar anders boeit het me echt niet. Nee, ja, als het op YouTube is en die comment staat me niet aan, dan verwijder ik hem gewoon. Want ik heb zoiets van, ja... ik hoef jouw gezeik niet als je het niet aanstaart. Kijk, je mag opbouwende kritiek hebben, dat vind ik ook echt niet erg. Maar als iemand gaat zeggen, weet ik veel, hoer dit, hoer dat. Dan denk ik, is geen opbouwende kritiek. Je loopt me iets te verwijten. Dat hoeft niet van mij. Nee, dat heb jij heel goed uitgelegd. Nee, maar als het in mijn persoonlijke kring is, ga ik wel huilen. Dan ga ik ook huilen. Wij zijn even niet softies. Ja. We gaan dan echt janken. Mm-hmm. Missen jullie het uitgaan en de festivals? Ik mis het nu wel. Stijn zegt, Fleur, het is 11:30. Dus? Ik heb zeg maar, het uitgaan mis ik niet per se, omdat... Nou, ik heb er nu wel zin in, maar ik ging niet ieder weekend uit. Ik ook niet. Ik ging sowieso niet zo vaak uit. De festivals heb ik wel echt gemist, maar ik heb nu ook weer zoiets van, ja, het is nu winter, dus er waren nu sowieso geen festivals meer geweest, dus ik kan nu wel gaan zitten janken, maar... Ja. Ook al was het wel normaal, heb ik nu ook geen festivals. Nee. Ja, ik ben sowieso niet heel erg van het uitgaan. Ik vind het op de tijd ook een keer leuk. Maar ja, ik vind bij mij ook niet elke week gezelliger. Dat vind ik ook, gewoon een soort huisfeestje. Ja, dan hebben wij zin in kerst. Ja. Ja, ik kan ook niet wachten tot wij de kerstboom gaan optuigen. Ja. Heel veel mensen hebben het nu al, hè? Wij doen alleen na onze verjaardag. En vroeger deden wij altijd gewoon na Sinterklaas. Ja, na mijn verjaardag, ja. Ja, hebben wij een beetje aangehouden op dat. Ja, wij ook, ja. Want dan heb je die feestdagen gehad. Ja. En dan... Maar het is natuurlijk ook heel ingewikkeld voor kindjes als het nog Sinterklaas en er staat dan een kerstboom. Ja. Dan denk ik zo, is Sinterklaas en hier staat. Oh, dit is wel grappig. Hoe zouden jullie heten als jullie een jongen waren? Ja, ik weet het dus niet, want ze wisten eigenlijk van mijn broer eerder dat hij zou komen. En later was het, oh, er komt er nog eentje. En oh, dat is een meisje. Dus. Ja, ik zou... Ik heb niet echt een jongen en een jongensnaam. Nee? En een andere meisjesnaam? Staat ze niet te twijfelen tussen twee namen? Nee. Maar mijn tweede naam is wel heel lelijk. Rosa, haar tweede naam is niet Sophia. Nee, nu komen we dus op het verhaal. Wat ik nog nooit eerder verteld heb. Primeer, ik heet wel Rosa Sophia. Maar dat is helemaal niet mijn tweede naam. Geen schat bedacht. Ja, nou, kijk, mijn nicht heet Sophia. En ik was ook altijd heel erg fan van haar. En ik noemde mezelf dus eigenlijk altijd Sophia. Als in, dat is mijn tweede naam. Ik zei altijd mijn tweede naam Sophia. Psycho. Omdat ik haar gewoon helemaal geweldig vond. En toen heb ik ook een keer met mijn ouders erover gehad. Toen ze zei, nou, we gaan het niet echt officieel laten veranderen. Want ja, dat kost echt heel veel geld. Mm-hmm. Maar als jij Rosa Sophia wil heten, heet jij lekker Rosa Sophia. Mijn echte tweede naam is Johanna. Dus misschien snappen jullie wel waarom ik liever Rosa Sophia heet op YouTube dan Rosa Johanna. Nou, op zich het kan wel, maar ik vind Johanna gewoon zo ouderwets. Ja, ik wist dus, er was wel een tijdje, of weet ik wat, toen zei tegen mij, ja, ze helemaal niet meer echt twee naam. En toen dacht ik echt van, hoe de fuck ben je er dan gekomen? Ja, nou zo dus. Ja, het klinkt wel lekker in de mond. Rosa Sophia. Ja. Maar mensen denken echt dat je tweede naam is. Ja, mensen denken dat echt. Maar op zich snap ik dat ook wel. Ja. Dus... Want op Insta... Hoeven we nu niet Rosa Johanna te gaan noemen. Oh, want op Insta had je ook Rosa Sophia Kolen. Ja. Echt ergerlijk eigenlijk, hè. Om je naam te faken. Het is gewoon Rosa Sophia, jongens. Het is gewoon mijn tweede naam. Kijk, het is mijn eigen tweede naam. Het is niet mijn officiële tweede naam. Maar... Wie heeft de grootste boobies? Ik ga stuk. Wie zegt dat? Ene Nick. Nou, Rosa heeft grotere tietjes. Nee. Jawel. Mm. Jawel. Jawel. Ik denk oprecht even groot. Nee, want ik heb 70C en jij had altijd 75C. Ja, dan wordt de cup overgroter. Een beetje raar, waar van ik. Wat zouden jullie doen als voor één dag corona helemaal weg was? Ik zou met al mijn vrienden... ik ga een verjaardag gaan vieren.
feestje. Nou, ik zou met al mijn vrienden naar een festival gaan. Eerst uit eten met al mijn vrienden. Gewoon ergens lekker ontbijt of zo bij Loetje. En dan daar naar een festival. Ja. Wat haten jullie aan elkaar? Nou, ik kan niet zo heel. Maar gewoon kutkind. Ik vind jouw boeren heel vervelend. Oh, niet waar. Doe je zelf ook. Hey, neer. Koffietje. Lekker. Lekker. Hoor. Oh, die is wel grappig. Wat is onze favoriete fotoplek? Ik denk nu Amsterdam. Ja? Daar heb ik tot nu toe de mooiste denk gemaakt. Maar het licht is daar heel mooi. Het licht is mooi. Wil Rosa nog steeds Amfi gaan doen? Ja. Ik heb 23 januari mijn selectiedag. Spannend. Favorieten van het moment. Hebben echt een paar van. Ja, zo komen die vlek op je broek, hè? Ik heb net qua kleding of gewoon qua producten. Van ook qua kleding zijn iets wat je heel veel draagt. Ik weet het oprecht niet. Ik heb een broek van Chiquelle. Het is echt een pyjama gewoon. Die ene. Die gebreide. Ja, yeah. Die ga ik denk ook uitkiezen in het wit. Ik bedoel niet gewoon dat joggingspak, hè? Nee, maar ze hebben die gebreide toch? Die je maandag aan had. Ja. Een beetje beige wit hebben ze hem ook. Echt? Ik dacht dat ze hem alleen groen en grijs hadden. Die is echt chill. Oh, ik heb Tari een... zegt, wat is je favo snack? Snack. M&M's. Ja? Snack ik zo makkelijk weg. Ja, dat vind ik lastig. Ik vind heel veel dingen lekker. Oh nee, weet je wat ik echt lekker vind? Hoe heet het? Je hebt ze altijd alleen met kerst of met Pasen. Van die kleine ronde koekjes. Oh, en met zo'n... zit er van dat spul ja. op. Oh, zo lekker. Met dat gele spul erop. Ja, ja ik zo intens lekker. Dat is ook lekker. Ja, dat vind ik wel echt ja. heel lekker. Maar... ik heb niet echt verder een bepaalde favoriete snack. Nou, ik heb dus laatst, omdat Jet mij geïntroduceerd met een paar chips. Oh, die zijn zo lekker. Je weet toch wel, die je hebt ze van die zwarte zakken. Je hebt die sweet chili. Ja, ja, ja. Die heb je. Ja. Maar van datzelfde heb je dus ook met wasabi en ginger. En die is zo lekker. Ja? Ja, echt heel beetje lekker. Beetje pittig of niet? Ja, een beetje spicy. Ja, een beetje spicy. Een beetje lekker. Ja, bij mij ligt het er heel erg aan. Want de ene keer heb ik gewoon zin in chocola. De andere keer heb ik zin in chips. De andere keer heb ik zin in een kroket. Ja, ik heb wel vaak zin in zout. Ja, ik ben meer een hartekou dan een zoete kou. Ik ook wel. Als je nog een keer op vakantie zou mogen, waar zou je dan naartoe willen? Op dit moment nu zou ik echt heel graag naar Curaçao willen. Ik ook. Nemen. Of Aruba. Ja, gewoon iets met een blauwe zee, wit strand. Ja. Mij heb je. Ik ben over. Let's go! Elkaar dan echt nog zo aankijken van, ja, we kunnen op zich gaan. We kunnen wel gaan, ja. Kijk, de enige reden waarom ik niet zou gaan is omdat andere mensen dan gaan haten, zeg maar, van... uitkomen, dit en dat. En dat snap ik op zich ook wel, want juist nu moet je thuis blijven en je bent zo om corona niet verder te laten verspreiden. Maar ik snap niet waarom ze dan Curaçao ook niet gewoon op code rood doen. Ja. Want dat houdt ook zoveel meer mensen tegen. Precies, zeg maar. Ze zeggen van ja, ga tot januari niet op vakantie. Maar als je wilt gaan, mag je naar Curaçao. Ja. Nou, 9 van de 10 mensen gaat dan nu naar Curaçao. Echt, ja, dat is teringdom. Of Aruba kan ook nog steeds. Ja. Dan denk ik, doe die dan ook gewoon op slot. Echt? Denk je al aan kinderen? Nou, nee. God, ik denk weer aan de anticonceptiepil elke avond. Nou, ik heb dus wel echt een tijd gehad. Niet als ik een kind wil hoor. Maar ik had echt een tijdje dat ik zat van ja, als het nu komt, dan komt het maar. Ik deed er wel alles aan om het te voorkomen. Maar als het. Ja, maar daarbij. Maar ik denk oprecht ook als het bij jullie gebeurt, dat het gewoon wel goed terecht komt. Ja, maar ik heb de laatste. Het laatste half jaar dat ik denk van. Nee, kom jij maar eventjes lang niet. Ja. Eerst dacht ik altijd leuk een baby, lekker knuffelen, lekker gezellig. En toen daarna dacht ik van. Dan is eigenlijk dus gewoon je hele leven als corona. Want je gaat dus niet naar feestjes, je gaat dus niet uit. Je kan dus niet zomaar. Niks meer. Je kan dus niet zomaar uit eten. Nee. Ja, nou, ik ben nu dus zeg maar elke. Om de week pas ik op een op een gezin met 3 kinderen. Ja, hele kleintjes ook. Ja, een baby van 3 maanden, een baby van 15 maanden en een kindje van 3. Nou, geloof me, als je dat doet, wil jij geen kinderen meer. Ik hoef echt geen kinderen. Jezus. 1 dag in de 2 weken vind ik al te veel. Ja? Oh, jezus. Ik ben helemaal bij het af na zo'n dag. Ja, ik vind kinderen wel heel leuk, maar
vannacht had ik dus ook een droom dat mijn nichtje ontvoerd was en dat ik haar had gevonden. Toen kreeg ik al zo'n paniek in mijn droom. Dat laat zijn dat het je eigen kind is. Ja. Ik kan die verantwoordelijkheid denk ik nog niet aan. Wat is het duurste item dat jullie ooit hebben gekocht? En dat bij jou denk ik. En dat is bij mijn laptop, denk ik. Bij mij mijn scooter. Ja. Duur ding. Duur ding. Duur ding, ja. Ja, bij mij is het denk ik mijn laptop. Ja, maar ik had mijn scooter niet. Ik had hem zeg maar voor de helft zelf bij elkaar gespaard. En andere deel had ik van mijn opa en oma en van mijn ouders gekregen. Ja. Dus, maar alsnog is mijn deel wel het duurste wat ik ooit heb bijgelegd. Of heb uitgegeven aan één ding. Nee, ik denk echt oprecht mijn laptop. Ja, daarna bij mij ook mijn laptop, denk ik. Wie wint met armpje drukken, zegt Zoe? Ik weet niet. Oh, we zitten gelukkig. Je bent ook rechts, toch? Ja. Dat weet je. Lukken ze? Ja. Oké, 3, 2, 1. Ik heb ze niet. Ik krijg kramp in mijn benen. We zijn echt even sterk. We zijn even sterk. Yay! Nou, dit was de video. Vond je het nou leuk? Doe dan eventjes het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op het kanaal. En de kanaal van Roze. Abonneer natuurlijk. Vorige week hebben zij ook een mukbang opgenomen. Dus kijk die ook eventjes. Was ook heel erg leuk. Wij willen je heel erg bedanken. En doei!